kan toch niet? Dat kan wel. Hey, race. Dat kan dat wel. Oké. Okay. Gaat die jongens? Een beetje met mijn bandjes. Wat is er aan de hand, Razy? Jullie kunnen de dingen niet in? Je moet wel een vriend van mij zijn, dus als je me nog niet hebt toegevoegd op PlayStation, doe dat even. Special 4. Ja. Moet ik achteraan beginnen? Wat? Uiteraard, dus. Ik hoop dat jullie allemaal niet starten. Ah, prima start zo toch? Haha! Losers! Allemaal fucking rouge gemist. Wow. No, sorry, we don't. My fuck. Hallo, I'm on the phone, man. Oh. Oké, gezellig hier, met z'n vieren naast elkaar. Oh. Zeker. Ik heb hem net gevraagd. Van achteraan naar de tweede plek, dat is niet verkeerd, al zeg ik het zelf. Oh. Hey! Godverdomme, jongen. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet, dan ben ik naar de kerk. Ik heb PC. En we rijden vooraan, hatje kree. We zijn nu niet bij, hè. Dit moet wel een van mijn meest suave restart ooit zijn. Dat is precies in de lijn dat ik het dan ook meteen weer ga verneuken zo. Smash even het model van je tegen hoor. Ik had op zijn minst verwacht dat je coast af zou duwen. Ja. Dat was er in één keer voorbij. Zeg, dan moet je eerst in de buurt zijn. Hehe. Heb je bij mij nou nooit last van? Nee. Wij vinden elkaar altijd wel. Magneten. Nee. Wat ben je nu dan? 9? Niet in de race. Oh. Ik was mijn banden aan het testen, want ik stond op hard. Oh. En dan geen race hard, maar gewoon hard. Ja. Is er iemand aan het tanken nu al? Ja, dat was helemaal fucking op het begin. Ik kan ook sparen. Ik ging niet harder dan in verkeer. De banen natuurlijk helaas. Smash! Ja! Hij heeft zo'n zin, man. Zo, kijk die mouse even aan, hè. Ja, die mouse heeft wel een mooie auto, hoor. Gewoon de library van mijn oude werkgever. Dat is al plus 2, plus 10, jongens. Oeh, half is lekker te knokken. Ik heb gewoon een first rate view op mouse en coast. Mits. Zo. Dat gewoon op de race, hè? Goed. Pak een mouse. Wat? Oh, maar zat dit iedereen voor. Niet voor mij in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ja. Het maakt niet uit wie er tegenover me staat. Al zou fucking Adolf Hitler tegen me racen, dan zouden jullie nog tegen me zijn. Ongelooflijk. Unglaublich. Hitler is underrated, Koos. Dat is best aardig, man. Ik denk wel toch helemaal. Zei je dat nou op stream?
Wat dan doe ik trouwens? Zeg maar dag tegen je streamcarrière, vriend. Ik vind die opmerking van Bronze Harper ook wel toepasselijk. Alvis geeft gas, man. In die context van net. Dat is jammer. Ongeluk. Bevalt die Nissan Coast? Ja, fijn, maar ik vind het sowieso een hele dikke auto al, hoor. Ja, maar ik vind het dik uit, maar de topsnelheid is toch niet hoog van dit ding? Nee, maar we hebben nu balance of performance aan, hè? Ja, actie van Alvis 2. Maar een klein beetje. Helemaal. Daarom komt Mouse inderdaad op het rechte stuk dichterbij. En dat zijn toch wel de risico's, maar... Ja, hij pakt Oroes gewoon heel veel beter. Nou, dat kan ook. Hoe komt hij, hè? Ah, nee, wat doe ik nou? Lekker bezig, Mouse. Hey, back, man. Jij komt echt nooit meer bij mij in. Nu snap ik waarom ik je niet erin heb gelaten. Komt goed, Kees. Het is weer goed praten. Nee, ik niet, ik ben wel naar huis. Ik vind het wel helemaal mooi, een nieuwkomer die voor het eerst mee race en dan... Heb je zo'n fucking setup gezien, ouwe? Dat is echt niet leuk, man. A+, volgens mij heeft hij niet eruit verleden. Ik ben benieuwd hoe die 2 take where's put. Nou, sowieso Koos, om jij dan ook een complimentje te geven, vind ik het knap dat je zo doet met de GTR gelijk. Want ik vond het echt een graf auto om mee te rijden. Ja, ik vind hem gewoon tof. Ik vind het echt een hele dikke auto. Dat vind ik ook, maar top speed stond me zo tegen dat ik dacht, nou laat maar. Maar hebben we nu WP aanstaan op de meek, hoor. Ja. Ja, dat scheelt wel, denk ik. Ja, dat is beter, ja. Maar als het een keer dichterbij elkaar heen. Ja, wellicht dat ik het dan nu wel een fijne auto vind, maar ik vond als WP uitstaat, dan mist hij gewoon heel veel topspeed GTR. Echt 20 tot 30 km per uur op die Ford GT, dus dan... Ik ben wel blij dat we eindelijk die Schumel software op die Volkswagen uitgezet hebben. Godverdorie. Ja. Je ziet het meteen, hè? Dan loopt hij in één keer naar 180. 280. Hij liep 295, 299 of zo, die biedt op. Dat is echt niet normaal. Kijk, hoe doe ik de camera view? Ah zo. Zo zal ik jou spectaten. Ik vind het ook wel mooi om even met jouw kant te zien hoe dan. Kleine slip-up bij Maas. Verneuk het dan, jongen! Verneuk het dan! De achtergrond is dit niet. Alleen maar dat. Keus, weet je echt, als hij dat soort dingen zegt, heeft echt zo'n likeable factor, hoor. Ja, daar kan ik niks aan doen, dat is gewoon mijn verrotte aard.
Ja, Coast GK is mijn PSN username. Hij klinkt wel heel dik, die GTR. Dat zit op een makkelijke bal. Ik heb een naam al vandaag. Ja, ik heb die camera op iedereen zit. TV. Ja, dat is wel grappig. Op het gladde gedeelte. De voorwielen zijn er wel zo goed als aan. Dan merk je dat verschil in slijtage met betrekking tot die McLaren, Koos? Ja, deze is veel stabieler. Ik heb het met die Ford inderdaad ook, joh. Dat ding schudt al een mama. Ja, ik moet hem nu gewoon echt laten gaan door mijn banden. Dus ik weet niet of hij nou zo goed bezig is met zijn banden. Gaan we weer kijken. Nee. Nee. Zijn banden zijn net zo, dus. Ja, dan kan hij er beter mee omgaan. Ik moet hem nu echt laten gaan door die shit. Maar ik zag dit bij. Was dat die 200 rondes van Super GT op. Welke screen was dat? Die smalle? Die. Ja, die. Daar merkte hij het dus al als hij echt maar een klein streepje rood op zijn banden had zitten. Dat ik dacht van, hoe kan je dit nou merken? Dat is voor mij één ronde race, heel gek. Maar voelt hij dat ook echt of zegt hij dat? Ja, nee. Je zag het ook in zijn lapdowns. Dan ging hij echt een halve seconde per lap achteruit. Dan ging ik dacht van zo. Ja, dat heeft ook te maken met hoe goed je noemt. Ik ben eigenlijk ook gevoelig voor dat moment. Ik moet het ook wel tijd mee wel merken van hé, ik kom niet helemaal naartoe. Ik had die rondtijd niet geschreven. Ik ben wel nooit van deze. Sta je heel slecht? Ja, ik ook trouwens, moet ik wel. Ja, ik heb dat ook. Ik heb nog foto's te kijken. Ik ben nog hard leuk. Ik kan hier wel van genieten hoor, van dit soort races. Vind je het achteraan nog een beetje spannend, Alvest? Gaat hij bij jou? Smash je bijna. Robba is bijna op smash. Ah, dit gaat nog wel lastig worden met smash. Dat weet ik al zeker. Links. Dat weet ik ook, ja. Smash preparing sledgehammer. Ik weet niet dit soort foutjes gaan maken. Hij shift er terug nog op. Heerlijk dit. Ik ben nu echt heel veel tijd aan het verliezen qua banden. Ja, bandenmanagement is voor mij ook echt een ding. En die tips van jou toen, die hebben wel geholpen als ik ze echt toepas, maar... Van laatste plaats naar tweede. Mag niet klagen, denk ik. Ja. En ik zag al met... Die smerige beetle. Nou, maar ik zag al meteen waar het mis ging.
Ik had mijn Schumacher pet niet op. Ja, ik ben nu helemaal oké. Okay.